Bij de archeologische werkzaamheden in Helden, bij de voormalige Durper Toren, zijn resten uit de Romeinse tijd gevonden. Het gaat om een boerderij uit de 1e en 2e eeuw. We hebben in deze opgravingsput hebben de boerderij aangetroffen. Hij ligt eigenlijk een beetje schuin de put in. En we herkennen die aan de donkere verkleuringen in de grond. Het is houtbouw geweest en de palen die zijn eigenlijk verrot waarvan de boerderij gemaakt is. En dat geeft een donkere verkleuring in de grond. En die herkennen wij zodanig als een spoor, een archeologisch spoor. Naast de boerderij is er ook een waterput aangetroffen. Hij ging ongeveer nog 2 meter diep. En onderin er zaten nog houten planken en die waren nog vrij intact. En er zaten ook bewerkingssporen aan, er zaten echt van die aangeputte stukken. En zodat ze ook goed in de grond gezet konden worden. En dat was een soort versteviging van de put dat die niet inklapte tijdens het gebruik. Op het terrein komen 42 woningen. 2 jaar geleden werd de oude boerenbondfabriek, ook wel Durper Toren, gesloopt. We hebben hier 1 erf, zo noemen we dat dan. En er horen dan ook nog bijgebouwtjes bij, kleine spiekertjes. En daar deden ze dan graan in opslaan. En nog grotere bijgebouwtjes waren er meestal ook nog aanwezig. Ja, daar hebben we ook nog sporen van aangetroffen. Volgens Wekers is het niet verwonderlijk dat deze resten nu gevonden zijn. Uit vooronderzoek bleek namelijk al dat de resten uit de Romeinse tijd aanwezig waren. Het is niet heel bijzonder. Eigenlijk hier aan de overkant van de Molenstraat. Daar zijn ook dergelijke boerderijen wel aangetroffen, al in eerder onderzoek. En ook in Panningen, daar zijn dergelijke boerderijen aangetroffen. Dus je vindt ze eigenlijk, vind je ze over het hele dekzandgebied, waar ook dit toe behoort, dat vind je ze eigenlijk wel. Wordt hier het bouwproces door mee vertraagd, denkt u? Nee, want het wordt eigenlijk meegenomen in het bouwproces. Dus de planning is er ook op aangepast dat er eerst archeologisch onderzoek wordt gedaan en dan begint de bouw. De verwachting is dat de archeologische werkzaamheden nog tot begin volgende week duren.